Mogen we ingrijpen in het brein van criminelen? En daarvoor heb ik twee experts, filosoof en psychiater Gerben Meijnen en criminoloog Andrea Donker. Geef ze een groot applaus. Welkom. Dankjewel. Andrea, leuke naam. Ja. Hoe noem je jezelf? Wat noem je criminoloog? Ik mag mezelf graag ontwikkelingscriminoloog. Ontwikkelingscriminoloog. En ja, wat houdt dat dan in? De kennis over de ontwikkeling van antisociaal en crimineel gedrag over de levensloop. Over de levensloop. Van kindertijd tot in volwassenheid. Ja, goed. En hoe noem jij jezelf, Gerben? Psychiater, ja. Hoogleraar forensische psychiatrie hier bij Rechten in Utrecht. En hoogleraar ethiek bij filosofie aan de VU in Amsterdam. Ja. En als we zo beginnen, ik ben lector bij het lectoraat kennisanalyse sociale veiligheid van de VU. Helemaal goed. Als we zo beginnen. In de programmatekst staat eigenlijk, stel we zouden met elektroden de hersenen van criminelen zo kunnen beïnvloeden dat hun agressie afneemt. Daar is er een ontwikkeling gaande. Daar weet jij wat van, Gerben. Wat is die technologie? Ja, dus het gaat over neurotechnologie. En met neurotechnologie kun je in principe twee dingen doen. Je kunt het brein lezen en je kunt het brein veranderen. En het idee is ook dat je die twee technieken zou kunnen combineren. Dat je het brein leest en daar een bepaalde verandering in ziet. En dat je op grond daarvan bepaalde input geeft. Ja. Bijvoorbeeld elektrische stimulatie. Ja. In theorie dan, hè? In theorie dan, ja. Dat gaat lekker zo. In theorie. Nou, wat de theorie is, want daar heeft André helemaal gelijk in, dat is toepassing binnen het strafrecht van dit soort technieken. Ja. Deze technieken worden al in de neurologie toegepast, diepe hersenstimulatie. En ook al in de psychiatrie, diepe hersenstimulatie, bijvoorbeeld bij obsessief-compulsieve stoornis. Ja, dwanggedrag. Ja. En hoe dan? Hoe werkt het dan? Nou, hoe het precies werkt, daar zijn wij alle twee misschien niet per se de expert in. Wij kijken eigenlijk vooral naar, mag dit? Ja. Zou dit mogen? En wij zijn ook misschien mensen die wat waarschuwen voor een deel. Van, dit soort ontwikkelingen komt eraan. Dat is nu in die neurologie misschien, in de psychiatrie. Maar het zou ook in het strafrecht, in de forensische psychiatrie kunnen worden toegepast. En we moeten daar nu al over nadenken. Ja, omdat dat er misschien gaat, of waarschijnlijk gaat aankomen, denk je, Andrea? Ik denk dat misschien een beter woord is. Want over het algemeen kunnen we helemaal niet zo precies lezen. Kan bijvoorbeeld ook niet. Hè? Dus we moeten dat wel, ook niet suggereren. Dat we precieze gedachten kunnen lezen in het menselijk brein. Ik denk ook niet dat dat snel gaat gebeuren. Nooit, denk ik. Maar we moeten er zeker over nadenken. Want we kunnen wel steeds meer. En, ja. We moeten absoluut over nadenken. En er zijn ook, want we hebben het nu over gedachten lezen, maar we kunnen het ook hebben over stressniveaus bijvoorbeeld. Ja. Wat mag je dan wel en niet? Dus, ja. Wat mij fascineert is, want ik dacht toen ik het heel oppervlakkig las, dacht ik, ja, maar dit is het ei van Columbus, als het een beetje wordt gestimuleerd. Je geeft iedereen die heel agressief gedrag heeft, weet je, die geef je een paar stimulaties en het is gewoon afgelopen. Heel de F-site van Ajax, de hele... Ja, die gooi je er allemaal doorheen. Toch, want we zijn toch gewoon een soort chemische fabriek. Gerben, Andrea, wie wil daar wat op zeggen? Ben jij nooit agressief? Moet jij ook... Stimulatie? Nou, daar vraag je me wat. Het is niet dat ik nooit agressief ben. Waarom vraag je mij dit? Nou ja, het punt is natuurlijk, aan wie gaan we dat geven? En wie bepaalt dat? En wat worden de randvoorwaarden om zoiets te doen? Dat is het. Kijk... Het gaat iets breder om toepassing in het strafrecht. Hè? En Andrea zegt heel terecht, je moet het niet direct gedachten lezen noemen. Dat is helemaal waar, want dat is een beetje neuroscience fiction, zal ik maar zeggen. Maar het bijzondere is dat soms hele kleine signaaltjes, ogenschijnlijk hele triviale dingen in het brein,
wel iets zouden kunnen zeggen. Een voorbeeld. Ja. Er is een bepaalde eigenschap in ons brein, dat als wij iets waarnemen, zien, wat een bijzondere betekenis voor ons heeft, dat er een bepaald signaaltje is, P300 signaaltje, dat kan je via een EEG meten. Het zegt alleen maar dat iets een bijzondere betekenis voor ons heeft. Nou, is er al een tijd lang de gedachte dat je dat misschien in het strafrecht kan toepassen om daderkennis te detecteren. Stel, je hebt op een plaats delict 3 voorwerpen gevonden. Een pistool, misschien een mes en een jas of zo. Ja. En je hebt een verdachte. Je weet dat hij op de plaats, of in de buurt van de plaats, maar je hebt geen idee of hij iets met dat delict te maken heeft gehad. Dan zou je kunnen voorstellen dat je die persoon 5 foto's van pistolen laat zien. Zoals? En als dan dat signaal het meest uitgesproken is bij het pistool op plaats delict, dan zou je kunnen denken, hé, dat pistool heeft blijkbaar voor die persoon een bijzondere betekenis. Ja. Dat zou je ook nog met een aantal van die messen kunnen doen. Hé, weer bij wat op het plaats delict en bij de jas die op plaats delict gevonden is. Nou, dat is iets wat helemaal niet gedachtenlezen is, want je weet eigenlijk heel weinig. Maar het is bijna als een leugendetector of zo. Dat er maar precies, door het in een bepaalde opstelling eigenlijk te gebruiken, kun je daar mogelijk toch informatie uithalen. En als je dan nadenkt van, betekent dat, stel nou dat dat signaaltje steeds het hoogste is bij foto's van de dingen die op plaats delict gevonden zijn, betekent dat dat je nu de dader hebt en dat je iemand kan veroordelen, dan zegt eigenlijk iedereen nee. En ik denk helemaal terecht. Maar als je vraagt, zou het nou handig zijn dat de politie nader onderzoek naar deze persoon doet? Ja, dat brengt je wat verder eigenlijk. Dan zeggen mensen, misschien is dat nog niet zo'n slecht idee. En dan kom je op het punt dat in het strafrecht wij heel gauw denken aan bewijs beyond reasonable doubt. Hè? Ja. Dat wil je uiteindelijk natuurlijk als rechercheur. Ja, DNA-achtige dingen. DNA-achtige dingen, maar met DNA kunnen ook dingen misgaan. Heel ingewikkeld, hè? DNA's bewijs. Ik weet het. Klopt. Ik heb het gehoord. Ja. zeker, dus beyond reasonable doubt. Maar je kunt je ook bedenken dat soms lichter bewijs, lichtere aanwijzingen, vermoedens, ook al van belang kunnen zijn. Dus dat is goed om je te realiseren. Het gaat soms niet echt om helemaal gedachten lezen, maar toch om mogelijk waardevolle signalen die ook niet beyond reasonable doubt zitten, maar toch richting kunnen geven binnen het strafrecht. Ben jij daarvoor, André? Daar moeten we het dus hier over hebben. Dat bekertje heeft een betekenis. Maar wat, vertel. Nou, ik ben ervoor dat we het over dit soort technieken hebben om vervolgens ook met elkaar te kunnen bepalen hoe moet dat dan een plaats krijgen in het strafrecht. Bijvoorbeeld dat je op basis van dit soort niet zo specifieke technieken dus nooit veroordeeld zou moeten kunnen worden. Nee. Dat wil niet zeggen dat het is een slisje in mijn microfoon, hè? Of hoor je dat niet? Nee. Wij horen geen slis. Oké. Ik denk, dat zal het P300 zijn. Ik denk dat dit is typisch iets dat als je niet oppast, dan wordt daar te zwaar aan getild. Hè? Dan wordt gedacht van het is aangetoond in het brein. Schoot omhoog bij dat mes. Nou, dat moet de dader zijn. Ja. Net als bij DNA, daarom ging ik daarop aan. Ik heb ook een achtergrond in de rechtspsychologie. En dat gaat eigenlijk over de kracht van verschillende bewijsmiddelen. En DNA is reuze ingewikkeld. Dat is lang zo krachtig niet als bewijsmiddel als vaak wordt gedacht. Ja. Dat is hier ook het gevaar. Ja. Dat gedacht wordt van, maar dan zijn we er bijna. Net zo goed als dat als iemand iets bekent, dat er altijd gedacht wordt, dat doet alleen de dader bekend. Ja, dat is en voor nooit een leek iemand onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Dat maar, je een moord bekent. Ja, als je het niet gedaan hebt. Ja, als je het niet gedaan hebt. Ja, bedoel ik dat natuurlijk. Ja. En toch gebeurt dat voortdurend. Dus het we moeten het hier over hebben. Ja. Ja. Ja.
Ja. We moeten dit ook regelen voordat het gebruikt wordt en op een verkeerde manier misschien gebruikt wordt. Maar zien jullie er wel toch allebei de voordelen ervan in? Of denk je van nee, we moeten er niet mee doorgaan, Gerben? Nou, kijk, het is makkelijk, zal ik maar zeggen, om voordelen te zien hiervan. Dat je denkt, nou, het kan een groot probleem zijn om een dader te vinden. Als dit mag, dan zou je dat misschien kunnen toepassen. Ja. Maar er is discussie over, of stel nou dat deze technologie goed zou werken, want op dit moment doet die dat nog niet, of je die kan toepassen. Want welk recht lijkt in de weg te staan bij dat toepassen van die P300-technologie? Dat is het zwijgrecht dat wij hebben. Ja. Normaal gesproken hoef jij niet mee te werken aan je eigen veroordeling. Ah, en als je dan die elektroden krijgt in die dingen? Exact, zou dat dan wel mogen, juridisch, hè? Bijvoorbeeld is de vraag. Ja. Nou, het kan zijn, net werd DNA door jullie alle twee genoemd, dat je zegt, nou, het meten van het brein is eigenlijk hetzelfde als het verkrijgen van iemands DNA. Dat zit in dezelfde hoek. Dat mag onder bepaalde voorwaarden, mag dat. Dat is eigenlijk iets lichamelijks. Dat gaat om integriteit van het lichaam. Ja. Zou je langs de lijnen van het lichaam kunnen denken. Maar ik kan ook zeggen, nee, wat jij eigenlijk aan het doen bent, dat is dat brein laten verklaren tegen jouzelf. Oh. Die getuigt tegen jouzelf. Dan getuigt tegen jezelf. En als je het zo opvat, dan zou het zwijgrecht daar eigenlijk aan in de weg staan. Ja. Maar daar is wel discussie over hoe je dat zou moeten zien. En dat is eigenlijk een van de redenen waarom wij ook denken dat je hier tijdig over moet nadenken. Want je weet soms niet precies hoe het zit. Je weet niet hoe het juridisch soms zit, maar ook ethisch. Ja. Ja. Kijk, en dit soort technieken, want we hebben leugendetectietechnieken bestaan natuurlijk al. En ook daarvoor geldt dat alleen als er gewerkt wordt met daderkennis, het toetsen op daderkennis, dat iets zou kunnen vertellen. Ja. En dat is heel ingewikkeld, want dan moet je wel zeker weten dat er bepaalde feiten alleen bij de dader bekend zijn en ook niet ondertussen bij de dader bekend kunnen zijn, omdat er in de media gerapporteerd is over een bepaalde zaak. Dus de toepasbaarheid is ook nog behoorlijk gering. Ik zou persoonlijk mijn geld niet op deze techniek zetten. Jij? Wat is geld? Want er is inderdaad al, er is zo'n technologie en die bleek het niet goed te doen. Dus ik denk dat je hele goede redenen hebt om daar echt niet je geld op te zetten. Waar ik wel mijn geld op zet, en dan weten we het nog niet zeker, als je ergens je geld op zet, zegt ook niet zoveel, is dat we linksom of rechtsom vermoedelijk ontwikkelingen gaan krijgen die op een of andere manier iets van de informatie die wij in ons hoofd hebben blootleggen, laten zien. Ja. En dat kan heel goed kunnen dat commerciële dingen zijn. Hè? Elon Musk is met dingen bezig. Nou, die wil vaak ook wel geld aan zaken verdienen, hoewel hij ook zegt met zijn technologie dat dat is om mensen die bijvoorbeeld verlamd zijn te helpen. Hè? Dus als je verlamd bent, kan je mogelijk met je hersensignalen een robotarm bedienen of zo. Het zijn allemaal hele, hele goede dingen. Maar het ligt wel wat voor de hand, denk ik, dat linksom of rechtsom er technologie komt die dat brein wat kan lezen, al is het maar heel beperkt, en iets meer mogelijkheden om je brein te gaan beïnvloeden. Dat denk ik wel. Maar deze specifieke technologie helpt ons vooral erover na te denken. Dat probleem van het zwijgrecht bijvoorbeeld is met deze technologie. Maar of dit het nou gaat worden, dat is een hele goeie. Ja, ja. Andrea, wat jij zegt, ik ben ook mee eens met die ontwikkeling. Wat maakt iemand nou crimineel? Is dat nurture, nature? Want dat is natuurlijk ook iets misschien in de hersenen. Ja, nou, het is allebei. Als we iets duidelijk weten vanuit de wetenschap, is dat nature, nurture niet uit elkaar te trekken zijn als het gaat om de ontwikkeling van gedrag. Ja. En niet eens alleen om de ontwikkeling van antisociaal en crimineel gedrag, maar om al ons gedrag. Nature, nurture, allebei van belang.
onlosmakelijk verbonden als in limonadesiroop. Hè? Of dat is net zo goed siroop als water. Dat kun je niet van elkaar onderscheiden. Nee, die vermenging. Want kan je met bepaalde technieken dan ook misschien al eerder dingen detecteren, denk ik dan, met neurotechnologie, en misschien daar wat al preventief aan doen? Nou, weet je, de ontwikkeling van antisociaal gedrag. Wat we weten is dat als al vanaf jonge leeftijd echt kleine kinderen veel meer agressief gedrag vertonen, ook veel meer oneerlijk, heimelijk gedrag, meer dan voor de leeftijd gebruikelijk. Geweteloos gedrag? Ja, weet je, ik heb ook psychiatrische klinieken ooit iets te maken gehad. En daar leerde ik dat echte gewetenloosheid, hè, dat bestaat bijna niet. Nee. Zij zeiden, eens in de 2 jaar krijgen we hier een kind waarvan we denken, nou ja, die doet wel dingen, dat lijkt wel geen gevoel of geen empathie, geen geweten in morele ontwikkeling in te zitten, maar dat bestaat bijna niet. In films wel, hè, voortdurend, maar ja, in de werkelijkheid toch niet. Nee. Maar je hebt wel kinderen die veel moeilijker gedrag vertonen en veel agressiever zijn en gemener van jongs af aan. En als die opgroeien in een situatie die daar, of in een omgeving die daar slecht op reageren. En als er eigenlijk, moet je zeggen, er is niet één oorzaak, maar er zijn vele verschillende oorzaken bekend. En ja, hoe meer van die oorzaken tegelijkertijd aanwezig zijn, opgroeien in stress, in onveiligheid, als je zelf een pittig temperament hebt en impulsief bent en agressief en niet zo slim. Dat zijn allemaal dingen die kunnen bijdragen bij dat je moeilijk gedrag vertoont. Nou, ja, als jouw ouders dan op jou reageren met de ene keer heel hardhandig straffen, ja, enorme lel, en de andere keer lachen ze om hetzelfde gedrag. Dat maakt je natuurlijk helemaal. Dat maakt je, hè? Precies. Nou, dat is gek, ja. Ja, nou, dat is een soort recept die de kans vergroot dat een kind zich echt ontwikkelt, ja, en vervelend gedrag vertoont, uit school wegvalt en, ja, en een criminele carrière tegemoet gaat. Nou, zei je, zullen we ingrijpen? Wanneer kunnen we misschien ingrijpen? Ja. Was de vraag met neurotechniek? Nou ja, omdat het daar een beetje over ging. Ja. Stel, een kind is al heel moeilijk en ja, je gaat daar elektroden op zetten. En misschien, ja, ontdek je ook dingen die neurologisch, ja, niet helemaal kloppen. En kan je daar misschien al wat in doen? Ja. Dus het is aan jullie beiden natuurlijk. Ja, dat kunnen wij niet volgens mij, Gerben. Nee? Want we kunnen dat niet voorspellen. En jouw interesse is ook de jeugd, hè? Ik, ja, hou me iets meer met voor wassenen bezig, maar dus heel concreet een vraag waar we over denken is, stel je zit al heel lang in de TBS, hè, als volwassene, misschien ben je wel als kind eigenlijk ingekomen via PEI of wat dan ook, maar je zit in de TBS en het lukt niet om jouw risico omlaag te brengen. Je zit al heel lang, misschien ook al in de gevangenis daarvoor. En jou zou het aanbod gedaan worden, we hebben nu iets, een technologie, ja, hè? En die beïnvloedt jouw brein op het moment bijvoorbeeld dat je of agressief wordt, ja, of seksuele opwinding wordt gedetecteerd. Als jij dat neemt, als je dat gebruiken gaat, dan mag jij naar buiten. Dan mag je gewoon de maatschappij. Dan mag je de maatschappij, want dan vinden wij het veilig. Want wij weten dat, ja, dat goed gedetecteerd wordt en dat er goed wordt ingegrepen met een of ander hersendevice. Ja. En dan is de vraag, is dat in feite, als je dat iemand zo aanbiedt, geen andere mogelijkheid naar buiten te komen, heel fijn om buiten te zijn, eindelijk weer, eigenlijk niet, in de woorden van The Godfather, an offer you cannot refuse. Nee. Dat is een belangrijke vraag. En dan is ook de vraag, hoe erg is dat als jij een keuze hebt die je eigenlijk niet kan weigeren? Want als ik dat zo zeg, een offer you cannot refuse is een beetje de suggestie van, ja, je kan het niet weigeren, dus jouw consent, jouw toestemming telt eigenlijk niet. Nee. Nou, dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar hoor eens, als je bij een dokter zit en de dokter zegt, u heeft een ongeneeslijke ziekte,
maar ik kan u wel opereren en dan kunnen we u genezen, dan heb je eigenlijk ook een offer you cannot refuse. Precies. En dat consent wat jij geeft aan een oncoloog bijvoorbeeld, dat telt wel degelijk, juridisch en medisch, ja. Dat telt helemaal. En mensen vragen zich af of dat nou dezelfde situatie is als bij zo iemand in de TBS. En dan krijgen veel mensen hebben eigenlijk de neiging om te zeggen, ja, je toch te denken, het is een offer you cannot refuse. Dus hoe vrijwillig is dat precies, nou? Ja. Hoe vrijwillig is dat nou? En dat is interessant, want dan, ik vind dat een heel terechte vraag. Wij vinden dat heel, jullie misschien ook, heel terechte vraag. Maar dan is wel gevraagd aan mensen die zedendelicten gepleegd hebben, van stel nou eens dat er neurointerventies zijn, wat zou je daarvan vinden? En dan zeggen die mensen ook wel, ja, wij zouden het heel fijn vinden als ons alles goed wordt uitgelegd, wat het betekent. De mensen, je bedoelt de mensen die het gaan ondergaan dan. Exact, die mensen die het betreft hebben. Ja. Als het goed wordt uitgelegd en ook als ik wel zelf de keuze toch mag maken en niet de maatschappij voor mij zegt, oh, dat is een offer you cannot refuse. Ja. Dus wij zijn je eigenlijk moet, want het is goedkoper. Nou, dat, of we bieden het jou niet aan zelfs. Hè? Dus als dat wij zeggen van, ach, we kunnen het die mensen niet aanbieden, want ze kunnen geen vrije keuze maken. Het lijkt erop dat mensen in zo'n situatie zeggen, ook al is het een hele moeilijke keus, ik krijg liever wel die optie. Ja. Dat zou kunnen, begrijp je? Dat vind jij ook, dat dat moet? Ik vind dat we dat moeten uitzoeken. En dat is heel lastig eigenlijk, ook ethisch. Ga je mensen een aanbod doen wat ze eigenlijk niet kunnen weigeren? Of ga je, wat je wel in de ethiek paternalisme noemt, zeggen, oh joh, jij zit in zo'n kwetsbare positie, jij mag deze keuze eigenlijk niet maken. Wij als maatschappij zeggen gewoon, die optie wordt jou niet aangeboden. Dat is een afweging. Ja. Je kunt mensen natuurlijk ook een soort verdovend middel geven. Hè? Dat vroeger was dat toch, dat chemisch castreren kwam eigenlijk neer op een soort van verdoving, toch? De mensen werden heel sloom. Ja. Dus dan gaan ze ook geen delicten meer plegen. Ja, maar nu zie ik een beetje de one flew over de koekoeksnest-achtige dingen. Ja, dus allerlei dingen die gewoon worden gedaan. Omdat ze terecht. Nou, dat is het terecht ding. En wij hebben het nu een beetje over vrijwilligheid, wat heel belangrijk is, maar je hebt net ook die castratie genoemd, die kan chemisch zijn, maar die kan ook chirurgisch zijn. Ja. Dat deed men in Duitsland wel, chirurgische castratie. En wat had dat voor gevolg? Nou ja, dat je dan iets mist de rest van je leven. Nee, dat begrijp ik, ja. Ja. Maar dan komt heel veel uit die seksuele drift voor, exact, die agressie. Exact. En in Duitsland hadden ze daar een hele procedure voor, met een commissie en met uitleg. En het mocht alleen maar je eigen wil zijn dat je dat dan deed en dat je daarvoor ging. En dan werd er nog weer allemaal over nagedacht en zo. Allemaal stappen, allemaal criteria. En toen kwam er zo'n commissie van de Raad van Europa en die keek van, ja, gaat het wel goed hier in het Duitse systeem? En die zeiden, bij wijze van spreken, ja, jullie hebben allemaal keurige regels gemaakt of dit nou wel of niet mag. En mensen geven vrijwillig toestemming. Ja. Maar dit is een mutilating. Hè, dus verminking? Verminking. Dit is verminking. Onherroepelijk. Het grijpt heel diep in de mens. Dit is degrading, of dit lijkt op degrading treatment. En dat mag niet van artikel 3 van het EVRM. Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Dus eigenlijk nog voordat je technieken kan gaan aanbieden en zeggen, wilt u dit, wilt u niet, en kan zeggen, is dit informed consent, wat dan ook, moet je realiseren, als wij, en daarom is jouw associatie met One Flew Over the Cuckoo's Nest en zo ook goed, want je hebt nog wat eerder de lobotomie gehad, waarbij er met een soort breinaald even hier zo boven je oog en dan heen en weer. Dan kan je wel zeggen, ja, iemand wil het en hij geeft toestemming en ik heb allemaal handtekeningen. Maar je moet je daarvoor afvragen, is dit wel een soort behandeling waarvan wij volgens artikel 3 niet martelen,
geen onmenselijke behandeling, niet vernederen, vinden dat het kan. En is dat belangrijker dan de veiligheid van de maatschappij? Want dat heb je dan toch ook? Ja, dat is echt belangrijker. Ja. Oh, okay. Dat denk ik wel. Dit is cruciaal. Want heel veel mensen zullen toch ook wel denken van nou, ja, doe er maar wat mee. Of castreren die hap. Nou ja, misschien nou, toch. Omdat ja, ik wil mijn dochter veilig over straat laten lopen. Ja, en ik wil, zoals nu gebeurt in een geneeskundestudent, sorry dat ik het zeg. Weet je wel, die, nu, dat is natuurlijk gruwelijk. Maar die man was al helemaal gestoord. Kreeg notabene signalen. Ja, dan denk ik, oeh. Ja, goed, nou ja, je verwijst nu naar hele erge gebeurtenissen inderdaad, die heel recent zijn in Rotterdam. Ja, nou ja, dat nou in ja, het goed, algemeen... Maar jullie, ja, sorry, kijk, ga door. Ja, ik ga even terug naar wat je net daarvoor... We hebben nog één minuut, sorry voor jullie... Oh, god. Ja. Ik heb het over die Rotterdamse... jij zei eigenlijk van... ja, kunnen we niet zeggen van de veiligheid van de maatschappij, die telt ook. Ja, dat je toch patronize, of zeg maar paternalistisch, af en toe bezig bent. Als het... Ja, kijk, bij dat artikel 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens is het duidelijk. Martelen, onmenselijke behandeling, vernederende behandeling mag nooit. Nee. Dus dat is simpel, maar... Dat is een goede zaak. Dat is een goede zaak. Ja, dus dat bedoelde ik ook met van je kan mensen ook sederen. Hè? Van we kunnen best, als we zeggen, iedereen die iets verkeerds gedaan heeft, dat maken we onmogelijk, dat die ooit nog iets doet. Ja. Dat is behalve heel duur. Is het ook niet de rechtsstaat die we willen? Nee. Dus dat mag. Ja. En dat mag ook niet, dat is goed geregeld. Nee, maar er zijn ook veel dingen, zoals bijvoorbeeld recht op privacy. Hè, dat je zegt, ja, wat zou je uit het brein kunnen halen aan informatie op zich? Hè, als je zegt, die niet helemaal absoluut zijn. Waar je wel wegingen kunt maken. Ja. Want er worden natuurlijk in een rechtsstaat heel vaak afwegingen gemaakt. Wat jij ook zegt, de veiligheid... En natuurlijk de rechten van mensen. Maar die kunnen enorm worden ingeperkt. Dat zie je ook voortdurend gebeuren. Op grond van veiligheid. Stel nou, dat zei, we hebben ongeveer nog één minuut. Een beetje final words. Wat wil je nog heel graag dan zeggen of hierop reageren? Nou ja, weet je, wanneer het eng wordt... is bijvoorbeeld als de gedachte is van... ja, maar als we dan kunnen lezen dat jij van plan bent... om dat delict te gaan plegen... dan kunnen we de maatschappij ook veiliger maken... als we dan preventief gaan ingrijpen. Ja. Nou, die kant moeten we niet op. En dat moet Gerber regelen voor die tijd. dat is jouw huiswerk, Gerber. Ja, dat zou ik echt heel prettig vinden. Nee, heel goed. Nee, want we kunnen namelijk menselijk gedrag niet voorspellen. Nee, hè? Dat is het mooie, maar ook het moeilijke aan die hele zaak, toch? Want het is die limonade, het is die... Ja, maar we moeten dus wel goed reageren op als het niet goed gaat met mensen. En we moeten ook... beter ons best doen om die ontwikkeling van het gedrag te voorkomen, bijvoorbeeld. Ja. En dat kan ook, hoor. Ja. Gerben? Ja, we kunnen het menselijk gedrag niet zo goed voorspellen, maar misschien toch wel een beetje. Vivienne de Vogel zie ik hier zitten. Die weet heel veel van risicotaxatie en die spreekt ietsjes later. Dus als mensen willen horen over wat er wel kan en wat ook nog inderdaad de ruimte voor verbetering is, die inderdaad aanzienlijk is, dan is dat denk ik ook heel interessant. En even een laatste vraag, want jij bent ook psychiater. En valt er ook nog wel wat aan te versleutelen als psychiater? Of is het toch heel moeilijk? Nou, ik zou niet het woord sleutelen gebruiken, maar je kunt heel veel doen voor mensen. Ja, dat denk ik. Wat is het voornaamste wat je moet meegeven aan mensen? Nou, psychiatrie is heel breed. Het is heel belangrijk dat mensen gebruik maken van het aanbod... heel veel mensen doen dat gelukkig en lopen op dit moment tegen enorme wachtlijsten aan. Dus daar zit een enorme uitdaging op allerlei manieren. Ja. Dank jullie wel en heel veel succes met jullie verdere onderzoek. Gerben Meijen en Andrea Donker, dank jullie wel. APPLAUS